ander niveau tilt. En ik denk dat dat voor u als Europese, maar voor ons ook als vakgebied, een geweldige stap vooruit is. Ik ga me niet wagen op het domein van de methodes. U heeft verschillende publicaties, die zijn beoordeeld geworden. Ik denk dat niet hoeft overgedaan te worden. Maar ik wil bij twee zaken die mij gefrappeerd hebben, bij deze blijven stilstaan. Eén, bij de hoofdstukken 5 en 6, waar u wat verschillende groepen gebruikt, is al een paar keer aan bod gekomen. Dus 5 is een grote groep met een zeer brede variatie van leeftijd. U bestudeert daar ook de leeftijdseffecten. Ik zie bij ons succes dat een smallere groep, je geeft daar het bereik niet aan. Ik weet niet waarom, hoe oud was de oudste in de groep 2, maar die zijn een jonge groep als ik bij nu de leeftijd bekijk. Maar mijn vraag gaat daarover. U bestudeert inputprocessen en de verwerking daarvan. En u vertrouwt erop dat patiënten gewoon rapporteren dat ze een gewoon normaal gehoor hebben. Als ik zie dat er mensen van 83 tussen zitten, ik heb daar helemaal geen probleem mee. Ik ben niet in de categorie, maar mijn gehoor is ook niet, op dit ogenblik niet normaal. Ik zit met wat verlies op de hoge tonen. Ik ben nog een tijdje van mijn pensioenrechten af. Dus het degenereren van gehoor is eigenlijk een pertinent feit. Vooral ook voor het brein van een bepaalde leeftijd zich voordoet. En dat is niet zo erg tot, als u de categorie bekijkt, zoals een jonger dan 65 of zelfs jonger dan. Maar als u gaat tot 83, dan komt u toch wel op het scherp van de snee. Wij zien eigenlijk geen mensen van 75 plus die normaal gehoor rapporteren. U werkt natuurlijk ook met gehoorgestoorden, dat erbij zit. Mijn vraag is, heeft u die variabele voldoende onder controle gebracht? Of had u evidentie uit voorgaande studies dat dit eigenlijk een minore factor is? Of kunt u mij overtuigen dat het gewoon bevragen van patiënten, bent u verstandig genoeg om aan deze test deel te nemen? Dan, waarom niet? Doen rapporteren is eenvoudig. Het lijkt wat naïef om te denken dat patiënten allemaal normaal gehoor hebben, vanuit mijn standpunt. Ik heb het inderdaad enkel maar op basis van anamnese gedaan, dus bij de normale proefpersonen heb ik telkens concreet nagevraagd of dat ze problemen ondervonden met het gehoor bij concretere taalsituaties, maar vooral in het context van conversaties en dergelijke. Ik ben er mij zeker van bewust dat dat een tekortkoming is van het proefschrift in het algemeen. Dat het zeker mooi geweest als we een tonaal audiogram hadden kunnen implementeren. Nu, ik denk dat het bij de afasiepatiënten, het ERP-onderzoek op zich was al een extra onderzoek bovenop de vele onderzoeken die patiënten in de acute fase ondergaan. Dus ik denk nog steeds dat ik bij afasiepatiënten moeilijk zou vinden om ze ook nog aan voor een tonaal audiogram zou laten naar de NKO gaan. Maar naar literatuur toe, het is zeker zo dat ERP's, en dat is zeer zeer vroege ERP's, worden ook gebruikt in het kader van gehoorstoornissen. Daarom heb ik een beetje durf insinueren dat het feit dat de vroege ERP in de studie van de leeftijd van effect die N100, die bleef eigenlijk gespaard van echt grote leeftijdsinvloeden. En ook in de foniemdiscriminatietaak, dat heb ik nu in mijn presentatie niet kunnen tonen. Maar die vroege potentialen bij die in de paradigma's van de mismatch en de 400 bleven ook gespaard van leeftijdsinvloeden. En het feit dat die vroege potentialen, wat echt gelinkt wordt aan detectie en detectie van signalen, denk ik dat we op die manier al een beetje ons veilig hebben gesteld dat de effecten die we daarna zien op de potentialen niet alleen maar aan het puur perifere gehoorverlies te weten kan zijn. Het feit dat uw tweede experiment, of uw experiment in ons succes, rond geslacht, heeft daar een specifieke selectie, heeft dat een gerandomiseerde selectie, daar waarschijnlijk evenveel van uitgeslacht. Heeft verder niet meer naar de leeftijdsdistributie gekeken, of wel? Ik heb gezorgd dat de leeftijdsverschil tussen de mannen en de vrouwen, dat er geen verschil was in leeftijd. Ik heb het daar gevoeld, maar ik weet niet of ik correct ben, daarom de vraag dat daar minder ouderen in zitten, dat ik hoofdstuk 6 en in hoofdstuk 5 proportioneel? Ik heb het niet proportioneel bekeken. De gemiddelde leeftijd was lager dan de groep
van de 71 proefpersonen en ook de range was tussen 22 en 67 jaar, terwijl dat bij de groep van 71 personen tot 83 jaar ging. Dus op dat vlak zaten we ook al met een lagere, bijna 65 min leeftijdsgroep. Ja. Goed, dank u. Dus het is zeker een verdienst dat u de stap gezet hebt in onderzoek naast diagnostische potentieel te bekijken van deze methodologie, om dat ook te gaan bekijken in het kader van therapie. Ik vind het altijd bijzonder verfrissend om dat op een andere manier te bekijken. En natuurlijk de beperkingen in acht genomen. Het gaat over een single case, het gaat over een geweldig goed opgeleide man, een jonge man ook. In dat opzicht een atypische patiënt. Ja? Dus gevaarlijk om daar typische uitspraken over te doen, omdat het altijd dat een normaal observatie had, gaat het ook om een zeer aspecifieke patiënt binnen de populatie wat we afasiepatiënten noemen, want dan het design wel kennen. En als je dan gaat, ik was vooral getroffen door uw future perspectives, hè, wat mij had interesseert, wat heeft voor ons nog in de lade. En nu, in het laatste puntje, hoefde er niet bij te pakken, komt u terug op nog meer de vaststellingen die u doet in zaken vaststellingen en specificiteit van therapie. Nu, u zegt intensiteit is een punt. Wij weten eigenlijk uit alle andere therapiedesigns die bij stemstoornissen, maar ook bij dysarthrie, dat de meer intensieve altijd beter rendeert. Ik bedoel, op zich is dat geen verrassende vaststelling, dat hadden we ook kunnen weten. De tweede, u pleit voor een wel heel intensieve aanpak, u zegt 2 uur. En dat zou dan nog moeten kunnen binnen het kader van het risico. Dat is een statement om deze discussie ook prettig te houden. Ik ben al het verleden vaker bij dergelijke discussies betrokken geweest, hoeveel is goed en wat is nuttig. Maar laat me eventjes refereren, als het gaat over intensiteit, naar andere designs. U kent bijvoorbeeld een van de best bestudeerde therapiemethodes, de LSVT, bij Parkinson-patiënten, waarvan men weet, oké, die patiënten zijn het best, dat is ook bestudeerd, wat zijn de plafondeffecten, met een training van 45 minuten, ook niet lang, 45 tot 10 uur, en dat gedurende 4 weken aan een stuk, die hebben we bekeken. Dat zit er in een plafond. Hè. Als je daarboven gaat, leert het ook niet meer. Ik denk dat sommige zaken leervermogen, wat dan eigenlijk het effect moet zijn van zo'n specifiek opzet, dat patiënten met een neurologische beperking niet zo dramatisch veel verschilt, tenzij ik mij vergis. Maar met andere woorden, ik wil het midden gooien en voor het aangestandpunt horen of u dit, in welke context u dergelijke statement zegt van ja, we zouden dergelijke intensiteiten moeten kunnen, intensiteit van 2 uur verwijst u dan, moeten kunnen in een praktisch kader organiseren of moeten kunnen bepleiten, zo zegt u. Ik denk in de eerste plaats dat je altijd eerst moet afwegen welke patiënt dat je voor je hebt. Het is een groot verschil om een 46-jarige man te hebben die een drillmeester is geweest in het leger. En zich van een 85-jarige dame die inderdaad al een groot deel van het leven achter de rug heeft. En ik durf ook zeggen dat bij een dame van 85 jaar, niet 2 uur per dag, hoogstwaarschijnlijk eerder negatief effect kan hebben in die zin van vermoeidheid op dat we vroeger zouden moeten stoppen. Dus ik denk in de eerste plaats durf ik nu zeker ook nog niet stellen dat het iets is dat we sowieso bij elke patiënt moeten doen, maar patiënten die het aankunnen, en je kan het ook altijd beginnen proberen, en zeker bij de patiënten waarvan dat je verwacht of aanvoelt dat ze het fysiek ook wel aankunnen, want dat is ook iets wat we kort hebben opgevolgd bij onze case-studie. Denk ik dat 2 uur per dag wel echt zijn nut kan bewijzen. Er is een studie geweest, nog zeer recent, in 2014, die heeft proberen aantonen dat je met elke 10 minuten meer therapie te geven, dat je een 6% betere vooruitgang zou hebben in de taalvalidatie. Dus dat was ook via regressiemodellen en dergelijke opgesteld. Maar Er is ook een review van Bogal en zo die ongeveer ook op basis van verschillende studies kwamen tot de 1,5 uur tot 2 uur per dag, die echt tot een intensieve therapie leiden en dat alles wat minder is eerder naar de niet-intensieve leiden. Dus ik denk nog steeds dat
intensieve therapie toch wel minstens 1,5 uur tot 2 uur taaltherapie per dag omvat. Maar wanneer dat de, als je logopedist merkt dat het bij de patiënt fysiek niet meer vol te houden is, dan is het, moet het uiteraard gereduceerd worden. Maar volgens literatuur wijst het toch nog steeds naar de 2 uur per dag. Je moet er gewoon voor zorgen dat u bij de volgende ronde over de nomenclatuur, bij de groep van experten die uitgenodigd wordt om deze materie te bespreken. Ik wil de voorzitter danken. Dankjewel. Professor De Bot, zijn er mensen in de zaal die graag een vraag wensen te stellen aan mevrouw Promoventa? Goed, dan wil ik graag de leden van de jury, van de examen- en de leescommissie danken voor het stellen van de vragen. De jury zal zich nu terugtrekken op de beraadslaging. Mevrouw de Promoventa, ik hoop dat u wacht op ons. Dat is een zo elkaar ook opzetten. Je wilt dat ik hem weg moet doen? Ja, dat zijn Sant en zijn. Dat is een spannend zo. Ik wil mijn presentatie moeten verwachten. Ja, ik had net met de flauwte kwam. Dus ja, ik weet niet meer wat het kwam. Ben je blij dat je erbij bent? Ja. Ik vond het heel interessant. Heel interessant. Ja.